Hallo iedereen, welkom bij Dutch & Co. Vandaag maken we een nieuwe spreektaalvideo en deze keer praten we over het thema vakantie en reizen. Vakanties en reizen, ach, ik mis het. Ik denk dat jullie dat allemaal wel missen sinds de lockdown. En nu de lockdown bijna voorbij is, dacht ik dat het een goed idee zou zijn om over vakantie en reizen te spreken. Dit is een video voor A2 B1 studenten. Je moet een beetje vocabularium over reizen en vakantie kennen om deze video te begrijpen. En ik ga ook soms in de perfectum of imperfectum spreken. Dus het is ook goed om deze tijden te kennen. Ik hoop dat deze video helpt, dat jullie hem interessant vinden. Vergeet niet, als je vocabularium over reizen wil oefenen, er zijn heel veel interessante televisieprogramma's en reisprogramma's. Een van mijn favoriete reisprogramma's is Nog Ver. Is een beetje absurdistisch, humoristisch, entertainend, interessant. Superleuk. Een ander leuk reisprogramma is Down the Road met mensen met het syndroom van Down. Of Hotel Romantiek, een dating/reisprogramma met oudere mensen. Maar er zijn nog heel veel andere reisprogramma's in Vlaanderen en in Nederland. Dus check het, ga zoeken. Er zijn heel veel opties. En op die manier kan je denk ik ook heel veel vocabularium over vakantie en reizen leren. Mijn favoriete vakantie is eigenlijk het soort van vakantie dat gevarieerd is. Ik hou van gevarieerde vakanties. Ik hou van variatie tijdens mijn vakantie. Dus een beetje activiteit, niet te veel avontuur. Geen bungee springen, geen parachute springen, geen extreme sporten. Maar ik hou wel van een mooie variatie tussen langs de ene kant een beetje bewegen, wandelen in de natuur. Ik vind wandelen in de natuur heel ontspannend en rustgevend en mooi. En het maakt je een beetje meditatief en contemplatief. En dat vind ik heel leuk. En ja, in de natuur te zijn, in de bergen te wandelen, in de bossen te wandelen. Ja, dat vind ik heel leuk en dat is een van mijn favoriete activiteiten in mijn vakantie. Een van mijn andere favoriete dingen, een van mijn absolute criteria die ik heb als ik een plaats kies waar ik op vakantie ga, is lekker eten en drinken. Ik weet het, ja, gourmet, ik ben een Vlaming, ja, maar het is zo. Voor mij is het heel leuk om de lokale cuisine van een plaats te ontdekken. En dat kan echt overal zijn hoor. Je hebt overal interessante lokale cuisine. Maar ik hou wel van regio's zoals Noord-Spanje of Zuid-Frankrijk of Portugal of Italië. Waar de eet- en drankcultuur mijn stijl is. Ik vind het heel leuk om bijvoorbeeld in Bilbao buiten te zijn met een glas wijn en een tapas of een pinchos te eten. Ja, dan ben ik super gelukkig. Als ik met andere mensen kan spreken, dat vind ik ook heel leuk. En dat brengt me naar criterium nummer 3. Talen. Ik vind het heel leuk als ik in een land ben waar ik de taal een beetje spreek. Bijvoorbeeld mijn Spaans is basis goed. Het is oké. Ik heb een oké basis. Maar ik vind het super leuk om naar Spanje te gaan bijvoorbeeld en daar een week lang te zijn en mijn Spaans te kunnen oefenen. Dat vind ik fantastisch. Of hetzelfde met mijn Italiaans. Ik spreek een klein beetje Italiaans. Maar ik vind het heel leuk om naar Italië te gaan en dan daar voor een week of twee weken mijn Italiaans te kunnen oefenen. Ik vind het leuk als ik niet alleen kan ontspannen en niets doen. Dat is ook soms leuk. Maar ik vind het vooral leuk als ik ook iets kan leren over de lokale cuisine, de lokale cultuur, kunst, maar ook de taal. Criterium nummer 4. Ik hou van werkvakanties. Dat betekent eigenlijk, ik vind het heel leuk om een huisuitwisseling te doen. Wat is een huisuitwisseling? Dat betekent eigenlijk dat iemand van het land waar ik op vakantie ga, in mijn woning blijft. En ik ga naar de woning van die andere mensen. En op die manier switch je eigenlijk huizen. Ik vind dat een fantastische manier van reizen. Punt 1. Het is ethisch correct. Ik hou niet zo van Airbnb. Ik vind dat een beetje moeilijk. En punt 2, je leert op die manier ook de lokale buurt kennen. Van een stad, van een dorp, van een regio. Je hebt insider tips. Je kan ook veel tijd investeren in je lokale buurt, in de lokale regio. En
voor mij is het niet zo belangrijk om alles te zien. Ik heb geen lijst met dingen van dat moet ik zien en dat moet ik zien en dat moet ik zien. Ik vind dat niet zo belangrijk. Ik vind het leuker om op een andere plaats te blijven en dan van daar de lokale buurt te leren kennen en misschien een nieuwe vriend of een nieuwe vriendin te ontmoeten, vrienden te maken, et cetera. Dat vind ik productiever dan voor een korte tijd ergens te blijven en dan zo'n lange checklist te hebben van en we moeten de Eiffeltoren zien en we moeten naar de arcade gaan. Dat is leuk, maar dat is niet zo mijn stijl. En wat zijn niet mijn favoriete soort van vakantie? Wel, strandvakanties. Vakanties waar je gewoon op het strand ligt en niets doet. Dat is misschien oké voor een middag. Ja, maar ik weet het niet. Ik ben niet zo blij als ik gewoon op het strand lig in de zon. En je ziet het misschien, maar ik kom niet in de zon. Zombie. En ik hou er ook niet zo van dat je bijvoorbeeld in een all-in bent of in dure hotels. Ik hou niet zo van luxe. Voor mij is luxe en comfort totaal niet belangrijk. Maar een goede sauna met een goed Turks bad, dat mag wel. Maar voor de rest, chique hotels, all-ins, luxe comfort, voor mij is het niet belangrijk. Ik vind het heel leuk als ik naar een lokale markt kan gaan, groenten en verse fruit kan kopen en dan thuis in de woning waar we zijn, dan daar eten te maken. En een lekker glas wijn te drinken bij de lunch. Dan heb ik een fantastische vakantie. En dat brengt mij naar mijn beste vakantie ooit. En dat was een vakantie in 2014. En dan ben ik van Zuid-Frankrijk naar Lissabon gegaan. Ik woon in Lissabon. Dus ik ben eigenlijk met het vliegtuig naar Zuid-Frankrijk gegaan. En dan vandaar naar Lissabon. En het speciale is, we hebben die reis alleen gelift. Dus van Zuid-Frankrijk naar Lissabon hebben we alleen gelift. Liften, voor wie dat niet weet, is niet de bus, niet de trein nemen, maar gewoon langs de kant van de weg staan en met je duim zo zwaaien en wachten tot een auto komt. Ik vond dat een fantastische manier om te reizen. Ik heb superveel leuke mensen ontmoet en het was een fantastische ervaring. Ik denk we hebben dat in totaal met 30 keer gedaan. Dus we hebben 30 auto's min of meer gehad. En iedereen was super vriendelijk, heel behulpzaam, aardig, lief, vriendelijk, etc. Ik heb eigenlijk tot nu geen slechte ervaringen met liften gehad. Ik zeg nu niet dat je dat absoluut nu moet doen. Ik denk nu, na de lockdown en in de coronacrisis, dat het op dat moment niet zo goed zou werken. Maar ik hoop dat we op een dag opnieuw kunnen liften, want ja, het is echt het summum voor mij van vrijheid. Je moet geen plannen maken, je kan alleen improviseren, je hebt een tent, je kan slapen waar je wil. Het is de absolute vrijheid. En dat voor mij is vakantie. Niets plannen, een mooie regio, liefst mooi weer. Dus in de zomer, in de lente of in de herfst. Dus in een periode met mooi weer, op een plaats waar je lekker kan eten en drinken, waar je in de natuur kan wandelen, waar je kan improviseren. Dat is mijn favoriete soort van vakantie. En daarom was die reis in Frankrijk, van Frankrijk door Spanje naar Portugal, mijn beste reis ooit. Omdat het al die criteria's, ja, omdat het met al die criteria's klopte. Ziezo. Dit was mijn spreektaalvideo voor vandaag over vakantie, mijn favoriete vakantie en mijn beste vakantie ooit. Ik hoor graag van jullie in de commentaren wat jullie van deze video vonden. Hebben jullie alles begrepen? Hebben jullie vragen? Wat was jullie beste vakantie ooit? Zijn jullie al met vakantie in België of in Nederland geweest? Vertel het mij, ik wil het weten. Hoe was het? Waar zijn jullie geweest? Zijn jullie al in Brugge geweest? Ik kom uit Brugge. Hoe was het? Heb je chocolade gegeten? Bier gedronken? Vertel het mij. Ik wil het weten. Ik ben curieus. Maar dat is zo. Zo ben ik. Dankjewel voor het kijken. Subscribe. Geef een like. En tot de volgende keer. Dit was Dutch & Go. Dag!